De criminaliteit viert hoogtij in Suriname en rovers kiezen nu verlaten buurten om hun slag te slaan. Rachel van der Kooijen, freelance journalist en bestuurslid van de Vereniging van Journalisten, wonende te Blauwmeer, is hier ook slachtoffer van geworden. Ze is vanochtend in haar woning door 3 gemaskerde rovers overvallen. Nou, ik sliep en tegen 3:30 in de ochtend ongeveer, ja, werd ik wakker geschud en ik maak mijn ogen open en ik zie 3 gemaskerde mannen op me. Die zochten naar geld bij Amonide, bij Amonide. Ik zeg, Mila, money. Weet je, ze hebben me toen gekneveld. Mijn handen en mijn voeten en mijn mond, want ik begon te gillen. En toen hebben ze me een slag op mijn hoofd gegeven. En ja, en toen begonnen ze dat heel huis te doorzoeken. Mm-hmm. En ze zijn daar weggegaan met mijn 45 inch televisie en de versterker en mijn laptop en 3 cellulairs en mijn wagen. Hebben ze meegenomen en in diezelfde nacht hebben ze nog 4 andere huizen hier op Blauwmeer hebben ze ingebroken. We zijn gewoon een doelwit van dieven hier op Blauwmeer, want dit project is een mislukt project. Weet je, en het zijn verlaten, er zijn weinig mensen hier, waardoor de dieven elke keer komen en de politie vindt nooit iemand. Ja. Maar er wordt schering en inslag ingebroken hier. Dus op een gegeven moment weten we ook niet meer wat we moeten doen. En we willen ons bewapenen nu, want zo kan het niet doorgaan. Maar ik vind dat wij burgers de gelegenheid moeten krijgen om onszelf te bewapenen. Weet je, tegen dit soort diefstallen. Je moet je op de een of andere manier moet je kunnen verdedigen. En een wapen zoals ze in Amerika, weet je, vergunningen geven voor wapens. Ik vind van, bewapen alle burgers. En dan hoeft de politie ons niet meer te beschermen. Want dat kunnen ze al niet, weet je. En dan hebben we onze wapen en dan nemen we het recht in eigen hand. Van der Kooijen zegt dat het de 3e keer is dat er in haar huis is ingebroken. Echter is het de 1e keer dat ze thuis was en daardoor mishandeld is geworden. Blauwmeer is het doelwit geworden van de criminaliteit, want dezelfde avond is er ook bij 3 andere buren ingebroken. Van der Kooijen benadrukt dat de veiligheid op Blauwmeer niet meer gegarandeerd is. Volgens haar weet het pensioenfonds van de EBS, eigenaar van het Blauwmeer-project, geen raad met dit project. Die hele toestand van Blauwmeer nadat fraude gebleken is, heeft pensioenfonds, die was van EBS, die ja. Is de grootste schuldeiser geweest, is, die heeft dat project nu. Dus dat project is van de pensioenfonds van EBS, maar die weet zich ook geen raad met dat project en die doet dat ook niet. Je ziet dat alles verwaarloosd is. Weet je, die erven zijn onderwiet, het zijn onafgebouwde woningen en iedereen laat ons in de steek. De eigenaar van dat project, pensioenfonds, laat ons in de steek. De politie is wel gekomen, maar ja, de politie vindt nooit wat. Wat ik nu ga doen is, ik ga dat hele huis nog beter laten beveiligen. Ik ga camera's zetten, ik ga alarm. Ik ga een schutting zetten en ik ga een wapen kopen. Dat was Rachel van der Kooijen, freelance journalist en bestuurslid van de SVJ. Ze is vanochtend het slachtoffer geworden van een brute beroving in haar woning te Blauwmeer.